Ja, geweldig. Dit is een heel emotioneel moment. We schoten ook allebei even vol net. En dat heeft Johan niet zo vaak, maar dat had hij nu wel. Deze steen tijdens de jubileumuitzending, die werd gewoon plotseling binnengereden. Dus in dat kader was het wel een verrassing. En kijk, ik ben helemaal niet van dit soort onzin, maar ik vind dit wel leuk. Ik sta nu bijvoorbeeld op de steen. En Johan, wil je er ook even op staan om te voelen of niet? Dat zou ik wel appreciëren. Ja, even staan gewoon. Je hebt die televisiering al ingepikt. Ja, die heb ik thuis. Die steen kun je niet meenemen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ze hebben ons niet voor iets aan de buitenkant gelegd. Dus de makkelijkste weg te wrikken steen. En volgens mij zit die ook niet vast. Dus mochten we nog een paar keer lastig zijn, dan hebben ze me zo uit. Hebben jullie hem verdiend, vinden jullie? Nou, dat lijkt me wel, ja. Als je ziet wat we 15 jaar kijkcijfers binnengehaald hebben. Oh, je gaat hier echt serieus op in op zo'n vraag? Ja, maar dat vind ik ook een hele serieuze vraag. Want dat weet je toch van de Telegraaf, dat is serieuze journalistiek. Ja, dat is de Telegraaf, ja. Nee, maar het is absoluut... Nou ja, dat is het verdiend. De kijker bepaalt dat uiteindelijk natuurlijk ook een klein beetje. Maar dat hebben ze met de televisiering gedaan. En ze kijken, dus dat is mooi. Wij krijgen nooit prijzen uit de tv-wereld. Wij krijgen altijd prijzen vanuit de kijkers die ons gezellig vinden.